On s'est rencontrés, on s'est mariés en mai. Ça s'est bien passé pendant des années. Après, tu l'as rencontré, tant pis pour moi. Midden jaren 80 baarde Peugeot opzien met de 205 GTI. En die naamgeving die had Peugeot tot dat moment nog nooit gevoerd. En denkt u eens in, eerst een 1,6 liter 115 pk en iets later een 1,9 liter van 130 pk maar liefst. Dat klinkt nu niet veel, maar we mogen niet vergeten dat die auto maar 860 kilogram woog. De 206 volgde enigszins in de voetsporen, maar kon het met een zwaardere carrosserie met een 2 liter 136 pk niet redden tegen het geweld wat met die 205 was neergezet. Bij de 207 sloeg Peugeot het GTI-fenomeen helemaal over, maar nu is Peugeot weer terug met de 208 GTI. Nu we zo met die 208 GTI op stap zijn, blijkt eigenlijk dat het merk weer een stukje teruggaat naar haar afkomst. De 208 is namelijk een stukje kleiner dan de 207, weegt aanzienlijk minder en heeft een motor die serieus vermogen levert. 200 pk uit een 1,6 liter turbo. Pas original, je crie au scandale, mais que dalle. Wat opvalt zo achter het stuur is de kwaliteit van de materialen, maar ook de durf van Peugeot om er wat kleur aan toe te voegen. We zien hier wat panelen die van rood langzaam overlopen in zwart. Dat is leuk en origineel gedaan. De 208, ook deze GTI, heeft een opmerkelijk klein stuur en het geheim erachter schuilt dat je over het stuur heen op de instrumenten kijkt, toerenteller en snelheidsmeter. Daardoor heeft het dashboard een beetje een mengelmoes van eigenschappen van een gewoon dashboard en een head-up display. Heel veel uiterlijk vertoon is er tegenwoordig niet meer nodig om de sportiviteit van een auto uit te drukken. En Peugeot weet wat dat betreft de toon goed te raken met meegespoten randjes, een leuke GTI-vermelding op de flanken van de carrosserie, mooie wielen. Precies die kleine dingen waar de kenner meteen aan ziet van hey, dat is de snelste versie. Maar het gaat zoals altijd om het totaalpakket. En wat dat betreft biedt Peugeot met die 208 GTI een auto met ten eerste een hoge funfactor, maar tegelijkertijd ook een model dat heel breed inzetbaar is, zelfs als gezinsauto voor comfortabele langritten met voldoende bagageruimte. Daardoor kunnen we rustig stellen dat de GTI terug is bij Peugeot.